allemaal ronde zonder douw. Vleesetende plant. En hier word ik blij van. Als een boer zo maait. Nee, het is niet zo makkelijk om een vaste omschrijving te geven van mijn werk. Soms lijkt het alsof een boswachter maar gewoon een beetje rondloopt. Maar de kennis en kunde en al die taken bij elkaar zorgen dat de natuurgebieden zich kunnen ontwikkelen op een manier die echt bijdraagt aan biodiversiteit, soortenrijkdom, maar ook aan de beleving van mensen van dat landschap. Kijk, hier hou ik van. Waar zie je dit nou nog in Nederland? Hè? Ouderwetse graslanden waar een paar koeien lopen. Zo ging het vroeger. Die boeren die woonden hier aan de dijk en die molken maar een paar koeien. Nou, die koeien gingen naar achteren, zoals je hier ziet, naar achteren. En dan had je dit soort rauwe graslanden. Die percelen ernaast werden dan gemaaid en dan vervolgens, nou ja, dan bloten ze dit een keer af. Maar zo had je eigenlijk, zonder dat die boeren het wisten, deden ze heel veel aan natuur. Hè, door een... Ja, ze hadden geen trekkers en ze hadden natuurlijk niet veel mogelijkheid om grote stukken land te beheren. Dus het zag er allemaal uit zoals dit. He? Goed voor vlinders, distelvlinders, noem maar op. Argussen komen te mee hier in dit soort graslanden. Kijk, ze gaan nou staan. Ze hebben in de gaten van, hey, er gebeurt iets. Hè? Nou, hè, dan gaan we naar een nieuwe wei. Dat zal lekker zijn, hè. Dit is een Charolais. Dus jongvee, dit zijn pinken. Die worden volgend jaar pas gedekt. Er zijn beesten, zijn Frans vleesras. Een heel sober ras. Je ziet wel, de omstandigheden zijn natuurlijk erg sober. En dit zijn de moederdieren voor de toekomst. Kom maar. Kom maar jongens, kom maar. Kom maar. Die streep weer door. We gaan nu naar de Huibert. Dat is een weidevogelreservaat van 50 hectare in Schoonrijkwoerd. Wel even leuk om te zeggen, daar hebben we eigenlijk net als in Polder Eemland van het jaar het water pas na de laatste vorst omhoog gezet. Andere jaren deden we in de winter vol regenen. Nou, het resultaat was één grote ganzenbak. Veel te veel ganzen erin, het grasland beschadigd, grote zwarte plekken. Naar aanleiding van de excursie die we met elkaar gehad hebben, hebben we gezegd van, we doen na dat de laatste vorst geweest is het pijl omhoog. Dus dat betekent schuif omhoog en het water uit Merwedekanaal kan naar binnen. En die hebben we opgezet tot 5 centimeter onder maaiveld. Dus dat betekent mooi plasdras, de greppels mooi breed. Na het resultaat mocht er zijn, 14 paar gutto. Nou, ik denk van bijna allemaal wel met jongen, want het was... Het was een aardigheid om te zien hoeveel er naar je toe kwamen vliegen. Nou, daar gaan we nog even naartoe, want daar zijn we natuurlijk ook aan het hooien. Alleen de laatste stukken dotterbloemhooiland in de hoek. Daar moet ik een heel laag pijl voor hebben, bijna een agrarisch pijl. Dan zijn ze niet te maaien. En wat belangrijk is, dat we even zoeken of dat we orchideeën kunnen vinden. Want als je ziet naar de resultaten deze zomerhoek, reservaat Scherpenzwijk en Achthoven, heel veel nieuwe vindplaatsen van vleeskleurige orgers, van rietorgers. Dus ja, het ziet er gewoon goed uit. René's kracht is dat hij enerzijds heel veel kennis van vegetatie heeft. Als hij een perceel inloopt, dan kan hij direct zien hoe het erbij ligt. Maar ook bijvoorbeeld van weidevogels, dus flora en fauna kennis heeft. En tegelijkertijd heel goed kan werken met aannemers, hè, loonwerkers die voor ons klussen in de terreinen doen. Maar ook met boeren. Dus hij kan heel goed aansturen, hij snapt hoe het in elkaar zit. En hij kan ook nog werken met de informatie die de natuur hem eigenlijk geeft. Dus hoe ziet het eruit? Hoe ontwikkelt het zich? En wat moeten we dan ook doen om dat proces te versnellen en de goede kant op te helpen? Nou, we zien hier echt moerasvegetatie. Dit heb onder water gestaan zo vanaf half maart. Heeft het onder water gestaan tot een 3 weken geleden en dan zie je gelijk aan de vegetatie. He, die vegetatie die we net daar zagen was toch weer van de drogere klei. Maar hier zie je soorten als watermunt, moerasvergeetmenietje. Kijk hier, moeras,
rest vergeet me nietje. Pijptorkruid. Nou, dat zijn natuurlijk, dat zijn echt soorten die houden van een moerassige ondergrond. Nou, zoals je ziet, ja, de droogte zie je ook hier terug. Ik hoef maar iets met het pijl zo te gaan zakken, want het is eigenlijk al maaibaar. Daarom lopen we nu even de laagste plek uit, om te kijken hoe dat ervoor staat. We gaan nu die 5 centimeter die we net daar zagen, die gaan we nu laten zakken. Want je ziet met name hier in Dottenbosch-Moorlanden dat die laagste stukken, daar kun je eigenlijk niet doorheen maaien. En wat je dan doet is, je maakt te veel schade. Dus ik laat nog 5 centimeter af. Nou, als we nog een dag of 10 dit weer houden, dan is er ook een harde korst op gekomen. En dan kun je er gewoon overheen rijden, kun je het bewerken. Het belangrijkste is dat wanneer je gemaaid en opgeruimd hebt, dat je het water weer zo snel mogelijk terugzet. En dat zijn ook natuurlijke omstandigheden. Men schrikt wel eens een keer van te droog worden. Maar ook dat zijn komkleigebieden. Het was vol regenen en het was ook kapot wegdrogen. Dus dat heb je gezien, de scheuren erin. Maar dat geeft niks, dat zijn die extremen. Kan je nou voorstellen hè, dat vroeger al die polders hier zo waren? Zo ver als dat je kijken kan. Kijk de boerderijen aan de horizon en dit was het laatste land. He, men begon natuurlijk achter de boerderij met de koeien buiten te doen. Daar gingen ze, nou ja, zeg maar, het laatst van mei misschien een klein stukje maaien. Een klein stukje hooien. En dan kwamen ze met de hand, met al die maaiers, kwamen ze steeds verder die polder in. En dit is het eind, is het achterste eind van de polder. En dan, ja, dan liepen die mannen zo met een man of 5, 6 op een rij. En dan met de zeis de lange gras maaien. Ah, heel mooi. Kijk, alles hoort onder de afdeling Veenweide. Maar als je nou zo'n stukje ziet, dat is toch wel totaal aan de beeld dat de jongens in de Krimpen natuurlijk hebben. Maar goed, in het beheer hebben we daar ook een goede aanwinst gekregen. We hebben natuurlijk onze jonge Sietse erbij. En dan mag ik toch wel zeggen dat ik tevreden ben over Sietse. Geweldige vent, hard op de goede plaats. En eigenlijk nog een boswachter zoals ik ze graag ziet. Ja, als je jong, zo jong bent en je bent al zo begaan met de natuur en er zit zo'n drijf in. Kijk niet naar de tijd, valt goed onder de boeren. Best wel streng op zijn tijd. Ziet ze, we zijn blij mee, jongen. Ziet ze klein als uit ons landschap? Hey, Glaskamp. Ja, goed hoor, ik ben even ontheffing voor de WB aan het maken. Nou. Ja, er gaat vandaag al een hoop gemaaid worden. Maar ik denk pas als ik dit weer zie vanaf halverwege de middag of zo, want het zit hier nog helemaal dicht en het is nog een beetje vochtig buiten. René is een soort van mijn onofficiële mentor. Hij doet een beetje hetzelfde werk als ik, maar al 20 jaar. Hij heeft veel ervaring. Hij heeft veel ervaring met het beheer. En met het aansturen van mensen en pachters. Dat soort zaken snapt hij altijd. Dus nou ja, zonder René, jongen, had ik nog een hoop te leren, denk ik. Sietse is enorm gepassioneerd, super enthousiast. Heeft af en toe nog een ruw kantje. Maar omdat hij altijd zichzelf is, zorgt het er ook wel voor dat hij makkelijk en fijn met de agrariërs kan samenwerken, met de boeren kan samenwerken. Dat hij echt een teamplayer is, dat hij in het team gewoon zijn zorgen uit, maar ook eigenlijk zijn successen altijd deelt. En af en toe ben ik hem eens even kwijt en dan krijg ik een berichtje. Ik heb een uurtje vrijgenomen, want er zit weer een leuke soort daar en daar. En dan pakt hij dat uurtje wel weer ergens in de avonduren, pakt hij dat wel weer terug. Die passie is echt heel mooi. Ja, ik heb altijd aan het begin van de dag een klein lijstje. Meestal word ik dan door de loop van de dag gebeld door alle pachters en dan wordt het lijstje heel lang. En vaak is er natuurlijk een weekend overheen gegaan, dus iedereen altijd wat rustiger. En iedereen gaat dus bedenken, joh, wat moet ik allemaal nog doen? Dus mijn maandag en dinsdag zijn altijd ontzettend druk. En lange dagen. Want dan moet ik eigenlijk heel veel dingen voor pachters doen. Vanmorgen vroeg heb mij al een boer gebeld om te kijken of die vee in een maaiperceel mocht brengen. Dus dat moeten we zo controleren, dat is heel dichtbij. Ja, en wacht op telefoontjes, hè? Want nou ja, wachten, dat komt altijd vanzelf wel.
Ik hou er wel van als ik gelijk het werk kan doen waar mensen me voor bellen. Want zelf natuurlijk als je aan de telefoon zit en je belt naar de je bent 10 minuten lang aan de telefoon en uiteindelijk duurt het nog 3 weken. Dan word je ontzettend chagrijnig. En ja, dat wil ik gewoon bij die, voor die boeren wil ik alles zo snel mogelijk regelen. Dit? Oh, dit lukt makkelijk in een dag. Ja, nee, dit lijstje wordt misschien nog 3 keer zo lang. Maar kom maar gaan. Allemaal. Goedemorgen, schoonheid. Ja, dat wel. Ja, het begin van de week, hè. Dan zie je er nog aardig uit. Maar lukt het allemaal een beetje? Gaat best. Is het droog genoeg? Lekker gedroogd. Ik krijg volle vrachten zo. Ja. Maar hoop het morgen in de baaltjes te krijgen. Nou, we wilden zojuist even gaan kijken bij het maaien van de boezem van het Dottenbloemhooiland. Supermooi hooilandje onder de reigerkolonie. Maar ja, ook de mechanisatie van de landbouw is ook aan de gang bij Zuid-Hollands Landschap. We zijn gewoon al klaar. Dus er valt niet veel te zien. Alle machines zitten er al uit. We gaan nu even naar een paar percelen verder. Daar zit een perceel op met een dubbele maaidatum. Dat houdt in dat wij als wij dubbel maaien, dat we in het broedseizoen maaien en in juli nog een keer. Dat doen we om te verschralen. Dus er zit ook nooit ruige mest op. Maar deze boer had even problemen met zijn vee, dus die vroeg zich af of hij het even op dit land erin kon zetten. Maar dan moet ik even kijken of het gras kort is, kort genoeg is. Voordat het niet lang genoeg is, anders lopen ze alles plat. En voor hoe lang en hoe schraal het perceel is. Want als het echt nog heel rijk is, dan kunnen we het eigenlijk niet doen. Ja, waar een koe loopt, weet je wel, daar scheiden ze ook. Dus om dan nog voor de tweede snee koeien in te scharen, dan verschraal je gewoon veel minder snel. Ik ga even naar die gast toe. Maar die meneer. Het is altijd beter om elkaar in het veld even aan te spreken en vragen hoe het gaat. Anders ziet het er heel gedesinteresseerd uit, terwijl ik wel geïnteresseerd ben. Morgen. Morgen. Hoe is die? Ja, lekker. Met jou? Prima hoor. Oh. Lukt het allemaal? Ja hoor. Zit je een beetje zit je op diepte hier zo? Ja hoor. Ja, dat is gewoon maximaal waterpaal. Dus, goed hier. Nee. Ja. Dus heb je zijn land daar ook laten doen? Ja. Nou, ik rijd er zo even langs, want dan vink ik het even af. Omdat we toch zijn om te kijken, kunnen we gelijk even kijken wat er allemaal zit. Ik zag dat er geoorde fuut was gezien gisteren. Een leuke soort. Hier, we zijn hier op de Hoge Boezem achter Haastrecht. En ja, dit is gewoon een goed gebied, want aan de ene kant hier hebben we plasdras. Hier zo. Met allemaal slikrandjes en eilandjes. En hier de andere kant hebben we riet. Dus hier aan de ene kant zit blauwborsten snorren. En hier broeder kokmeeuw met visdieven, wat tuurluus, schutto's, kleine plevieren. Je ziet op de achtergrond fietsers. En dat is ook het kenmerkende van deze polder. De recreatiedruk is hier best hoog. Maar het is de kunst om het in goede banen te leiden. Nou, dat kan hier, want alles is hier afgeschermd gewoon met sloten en dijken. Maar daardoor weten de vogels ook, die hier broeden, dat niemand van de paad af gaat. Die zien het niet als bedreiging, want ja, de fietsers die blijven altijd op precies dezelfde dijk. Dus dat vind ik ook het mooie aan dit gebied. Dat er ontzettend veel zit. Je ziet nu al veel kuikens rondlopen, je ziet gewoon veel vogels. En toch is de recreatiedruk zo hoog. Uiteraard is iedereen welkom, want wat wij meemaken willen we heel graag met de hele wereld delen. Want dat is iets wat bijzonder is en wat je echt kan raken. Het is wel zo dat die natuur er niet gewoon maar is. Die natuur heeft zorg nodig, die heeft bescherming nodig. En op het moment dat er mensen in komen, heeft het ook inrichting nodig. Heeft het faciliteiten nodig.
Dus veel mensen hebben het gevoel van ja, die natuur die ligt er toch en dat is er toch gewoon en ik heb daar gewoon recht op om daarin te kunnen en dat te doen. En van de ene kant is dat zo, maar van de andere kant, we hebben ook allemaal een zorgplicht ervoor. Hè? We moeten het echt gezamenlijk doen en gezamenlijk oppakken. En gezamenlijk zeggen van we vinden dit van belang, we willen ervan profiteren, we willen ervan genieten. We willen eigenlijk van alles genieten wat de natuur ons te bieden heeft, maar we doen het samen. Maar heel vaak zie je als je er goed over nadenkt dat je het op een leuke manier met elkaar kan combineren. En dan hopen we ook dat mensen ons willen helpen om die gebieden te onderhouden als vrijwilliger of ons met een gift of een donatie willen steunen. We hebben gewoon Schotse hooglanders in die polder. Ze zijn van... Ik ben zijn naam kwijt. Meneer Noordengraaf. Normaal wist ik het, sorry man. Sorry meneer Noordengraaf. Ja, Poldernoek is het laatste van mijn lijstje en dan hebben we alles af. Maar dat duurt nog wel heel even voordat we dat af hebben. Dat is nog wel het langste klusje van alles. En dan kan ik daarna gewoon weer richten op alle andere stukken gras. Waar eventueel meer vee in moet of ander vee of wat gemaaid kan worden. Storingssoorten, beheer, slootwerk, baggerwerk en ik allemaal afvinken dan. Dat nou ja, de afgelopen jaren, decennia, we over zijn gegaan naar een heel intensief gebruik van onze grond in Nederland. Dus dat betekent veel bemesting, veel eiwitrijk gras, veel productiviteit, ook voor onze voedselvoorziening. Maar dat we eigenlijk niet helemaal stil hebben gestaan bij wat doet het nou eigenlijk voor onze biodiversiteit, voor onze flora en fauna. Als we alles strak maken en we maken alle slootkanten glad en we zorgen gewoon dat het allemaal op mooie groene grasmatten staan. Ja, wat doet dat dan eigenlijk voor onze soortenrijkdom? Wat doet het voor onze insectenstam? En als je dan landbouw en natuurgebieden ja, met elkaar verbindt, hè, in de mozaïek legt, dan hopen we dat we toch weer een beetje terug kunnen naar het plaatje van vroeger. Bloemrijke graslanden, her en der een aantal koeien, insecten die rondzoomen. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Corrie, jij vier salonstokken? Ja, heb ik. En dan wil je metaal kunststof? Gewoon even kijken. Ja, maak mij nog een. Ja. Ja, vier stuks rooien, ja, met zijn stalen punt. Hoeveel zit er daarin? Vijf. Oh, neem ik er vijf mee. Ja, vijf. Ja, gewoon even wat grestlijntjes, wat randen uitzetten. Ja, dat is super. Nou, zoals je ziet heb ik net salonstokken weer zitten. Dat zijn die rood-witte dingen. Die stokken, eigenlijk om aan te geven een bepaalde lijn. Nou, je zag toen net naar achteren liep dat de oude regenheid uit het hooi wegsprong. Nou, daar is zo'n randje dan ook natuurlijk mooi voor op het moment dat dit allemaal kaal gemaakt is. Dan gaan ze in de randje leggen. Dus die buitenakker die je daar zo ziet, je ziet die salon staan. Nou, ik loop er net even langs en dan zie je grote brandnetel, downnetel, down dat nog kan bloeien. Nou, dat zijn hartstikke leuke stukken voor insecten. Waar je dan ja, een mooie overgang krijgt naar het bos. Ik ga al voor een 10 en ik denk dat je dat moet blijven nastreven. Je moet voor die 10 gaan. Dat hou je scherp en dan, ja, dan komt het goed. Maar als je denkt van, ja, het zou wel lama. Ja, het hele leven zo en dan wordt het puinhoop. Ja, waar zijn we? We zijn in de Zouwe Boezem. En iets om heel blij mee te zijn van het jaar. Dit is fantastisch. Als je kijkt wat wel een toppen zijn de afgelopen jaren om die kolonie weer op een bepaald niveau te krijgen. We hebben van alles meegemaakt, predatie, jong van de nest af, eieren door de ganzen eraf gekukeld. Tafelen die op de vlotjes klimmen. Een paar jaar geleden begonnen met die gaasjes om die nestplanken heen te maken. Nou, dat scheelde al merkelijk. Dus en de ganzen gingen er niet meer op en de eenden er niet meer op. En nou, het begon eigenlijk vorig jaar al toch wel best wat vliegvlugge jongen. Maar dit slaat echt alles. Als je kijkt dat alle vlotjes bezet zijn met 3-4 jongen. De eerste lopen er al uit. Ja, het is fantastisch. Kijk, we hebben natuurlijk een hele mooie lente. Het is droog. Toevallig nou een beetje wind, maar... Ah, het valt me alles mee nu ik hier kom, hoe weinig last dat de kolonie ervan heeft. En een fantastisch insectenjaar. En daar valt of staat toch alles mee dat je ziet dat er continu vlucht is met, nou ja, noem maar op, ik denk van heel veel juffers dat ze halen, grote insecten. En die zijn er gewoon veel over het jaar.
Ja, dat is heel mooi. En wat ik dan eigenlijk het leukste vind, en dat zie je bijvoorbeeld, dat zie je in de purperijgenkolonie ook. De sterkste vogels, die bezetten het beste plek. Dat is het hart van de kolonie. Daar zaten van de week sukken grote jongen op. En dan zie je naar de buitenkanten, zie je de jongen kleiner worden en dan eindigen in eieren. En dat is eigenlijk hier precies hetzelfde. Achter in de hoek, dat is het beste stuk van de kolonie. De fitste vogels, de sterkste vogels, komen als eerste terug. Ze beginnen achter in de hoek, pakken de beste vlotjes. En dan, ja, wat er dan in de weken daarna zo binnenkomt, nou, het resulteert in hier. Daar zitten zulke grote jongen. En hier zijn ze nog aan het treden, dan moeten ze nog aan eieren beginnen. Dat is het verloop zo in de kolonie. Nou, en als je geluk hebt dat dit weer zo blijft en je houdt het mooi weer, dan zijn hun over 10 dagen vliegvlug. En dan zitten hier nog kleine jongetjes op. Dus ja, mooier kan het niet. Nou, ik ben heel blij. Ja. Ook met dank aan de vrijwilligers. Elk jaar toch een hele ploeg. Gerard met de mannen van hier en van de overkant leggen de vlotjes erin. En ja, dat is toch zoiets dat gaat onszelf aan tijd ontbreken om dat dan ook nog perfect erbij te doen. Dus ja, als je een goede ploeg hebt die dat oppakt, kijk eens mooi. Kijk eens. Met een, ook weer een juffertje in zijn bek. Dus het is gewoon vetmest, het is eigenlijk gewoon een vetmesterij. Ja. Nou, de beste manier om van die zwarte sterren te kunnen genieten hier aan de Boezemweg in Lexmond is om zelf een keer te komen, voor en op parkeerterrein de auto neer te zetten en lekker op de vlonderen komen zitten. Nou ja, het beeld van de zwarte sterren zoals ooit, wanneer je eraan komt, dan pikken ze op je kop en ze pikten bij de boer op de pet. Nou, ze hebben totaal geen last van ons. Ze weten gewoon van, hé, de mensen blijven hier op het vlondertje, gaan hier rustig zitten en ze vliegen aan alle kanten vliegen. Kijk eens, volop vliegen langs je heen. Zo'n natuurbeleving, super. Dat heb je toch nergens? Alleen bij het Zuid-Hollandschap. Ik kan niet per se het mooiste stukje noemen. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat iedereen in mijn team, eigenlijk alle boswachters en iedereen die bij Team Veenweide werkt, werkt altijd vol passie, vol overgave. Niemand let op de tijd. Iedereen zet zich in voor het doel wat we eigenlijk met z'n allen belangrijk vinden. En dat werken vanuit passie en met volle overtuiging, ja, daar kan ik soms echt wel een beetje ontroerd van raken. Als ik ze dan aan het werk zie of met elkaar zie overleggen over dingen. In combinatie met af en toe in het veld lopen en de meest mooie soorten tegenkomen of de meest mooie zonsopgang zien. Ja, dat maakt dat werk heel vaak helemaal geen werk is.